De Nederlandse cultuur is onvoldoende beschermd. Want als veel politici het over die cultuur hebben, dan gaat het over Sinterklaas, over Kerstmis, over het zingen van het Wilhelmus. Maar wat Nederland is, is vrijheid, tolerantie, empathie. En dat staat op het spel. Probeer je even voor te stellen hoe het is om een jongen van 17 te zijn. Van migrantenouders. Geboren aan het begin van deze eeuw. Dan heb je de afgelopen jaren gehoord, je hoort er niet bij. Je bent een onderdeel van het probleem, vertrek maar. Dat is het probleem. Dat is de manier waarop onze cultuur is aangevallen. En daar wil ik mee breken. Nederland is van ons allemaal en het Nederlanderschap onvoorwaardelijk.